Hallo mensen van YouTubers en welkom weer in Imagineering Fun. Jawel. Vandaag een kleine video, er staat niet zoveel op de planning. Op de planning. Oké, we zoomen, maar ik heb wel een paar attracties. Ah ja, King Arthur, dat is er een die marcheert. Dan worden we van zijn eigen opgeteleporteerd ofzo. Ik vind dat al druk super jammerlijk. Ik buis het wel dan. Ja. Pas erop, Dickie. Oh. Ach, dit zijn dat trakjes waar je als voor een pretpark wilt. Nee, ik vind het er goed uitzien, jongen. En ik heb nog altijd graag die hele oude zo. Heb je dat gezien in die video van Stukter, zo'n... Dat ze die aanzetten s'nachts. Dan zit het nu op een knopje en dan vind je die muziek super hard te spelen, jongen. Dus zo'n Duits pretpark, zo'n verlaten pretpark waar sommige YouTubers al hebben ingebroken. Ja, dat... verlaten, dat valt niks te beleven. Ja, als daar open is. Dat is niet echt verlaten, dus er worden nog rondleidingen gegeven. En daar is een ratatouille nog altijd, jongens. Cool. Ja, dat is ook anders. Ik wil naar een pretpark dat al open is en dan iets aanzetten. Ja, ik wil gewoon eens een keer een dag een pretpark voor mij alleen. Ja, dan wil iedereen naar Droes Appel. Droes Appel? Maar enkel een stuk TV krijgt zoiets geregeld, of Enzo Knol. Ja, tuurlijk. Want de een is natuurlijk beter dan de ander. Het leven is niet eerlijk. Mannetjes, wat is dit, jongen? Het duurt dan nog lang. Nice ride, the carousel rar. Die is al even saai en langdradig als die van Walibi. Die was nice, mate. Oh man. Mensen, Halloween komt eraan ook binnenkort. Ja, we kunnen weer een paar leuke video's maken van de server. Ja, onze server krijgt in ieder geval geen specials. Jawel eens. En dus ik ga geen niveau spelen. We gaan niet die spelletjes opnieuw gebruiken. Dat is leuk, jong. Er komt enkel een beetje Halloween decoratie. En voor de rest is het klaar. Ik wil een special als leuk. Ja, dan spelen de bezoekers dat, want ik speel dat niet met u. Maar ik doe nooit iets mis, we gaan dat doen als leuk. Want jij kunt niet eerlijk spelen, ja. Jongen, ik deed niks mis, jongen. Ik heb gewoon een paard gepakt. Verder. Ja, ik heb de regels van tevoren... Finding Nemo, dat is ook zoiets, hè. Waar? Dat is zoiets als gelijk Dumbo. De server is ook terug open, dus New Time gaat ook een van deze gaan openen. Ja, het is eigenlijk klaar, dus eigenlijk kunnen we een openingsdatum plannen. What the fuck? What the fuck, dat is een duikboot. Wat? We zitten binnen, fucker. Oh, we kunnen dan de visjes zien onder water. Ah. Maar al die zetten aan hetzelfde. Wat is dat hier? Is die niet? Dat zijn murenes. Ja, dat wel. Sideraalvissen. Nou, een vuurdraak, zeker. Hier hebben die zeeschildpadjes. Hier weer een schildpad. Maar ik heb die film nooit gezien, want ja, hier hebben we al die schildpadden. Finding Nemo is wel een goede film. Ja, in het begin dat er iemand wordt vermoord, heb ik gehoord, dus enge shit. Nou ja, die... Ja, in het begin, die Marlin heeft dan een vrouw en duizenden eikjes. En dat wordt allemaal opgegeten door een barracuda. Buiten één eikje, en dat is dan Nemo geworden. Vingers in. Oké, we gaan de volgende attractie, want... Ik heb geprobeerd die te starten, dat lukte niet eens. Er zat niet eens een sleutel gehad meer in, dus luigens. We gaan nu naar Critter Country. En pak dan Splash Mountain. Dus we zijn terug onschuldig, dat is goed. Zet jij smul? Help! Man, luistert jij wel als ik iets zeg? Welke beet? Je komt naar Critter Country. En gepakt Splash Mountain. Niet zo rap. Dat is de enige attractie daar, dus je kunt er niet naar kijken. Dat zou wel gemakkelijk zijn. Hier ben ik zo. Amai, mooi huisje, dat moet je nabouwen.
Ja, waar. We hebben al een Bumstem-attractie. Wie daar in het midden lijkt, dat huisje. Ja, dit is... Deze is geen, niet middeleeuwen, hè. Deze is zo'n beetje bosachtig. Hutte. Ja, dat bedoel ik, zwerven. Maak ergens een bos en zwier zo'n huisje neer. Ja, en waar is dat dan? Jongen, gewoon een huisje, decoratie. Ja, ja, heel mooi. We hebben toch zoveel bossen met die grote rivier rond het park. Zwier als een huisje. Dan zijn we allemaal blij. Ja, dat is om het park een beetje groen te geven, maar een hutje. Ja, en ook een beetje rood erbij, flink werk. Oké, we zijn er Splash Mountain, dat is. Ja, een Bumstem attractie in dicht. Ik ga op front seat. Nee, ja, ga op front seat, ja, hier, ja. Hoe is dat dan? Ik weet niet, is deze de front? Hier is één. Ik weet niet wat de front seat. Ah, hier. Oh. Oh, oh. You like the riding soon. Ik ga je vertellen. Terwijl we in deze VK maar uitzitten. Je kent allemaal dat Aldi. Die hebben echt lekkere chips. Dus, je kent ribble chips, hè, met ribbles, die, paprika en zout, gas, lekker hoor. Tweede punt, er is zo'n bier, dat noemt zoiets van Mexicaan of zo. Dat is zo'n bier met tequila smaak, gast, fucking lekker. Dus mensen gaan allemaal kopen in de Aldi, en proef, en reageer in de comments dat het lekker is. Dank u wel. Waarom vraag je om dat soort comments? Wat de fuck, jammer. Jongen, er ligt geen water in. Ja, klopt. Splash Mountain is eigenlijk een beetje. Kun je het vergelijken met Chiapas? Alleen deze een breien. In tegenstelling tot de meeste Bumstem attracties waar je achter elkaar moet zitten, kun je hier met tweeën even heen zitten. Klopt nog een beetje vet. Ah, Jensje. Oei, oh, ja, check dat. Inderdaad, mensen, mooie ride. Hier nog een klein afdalingsje. In daar, dat zien we het graag. Take me along. Oh, je ziet tiks langs de baan de hele tijd. Oh, nog eens. Pa-pa-pa-pa-pam. Oh ja. Oh, dat was echt. Oh, dat was een val met airtime. Het is van de server hier, als je gelieve een rate te doen. Voilà. Volgens mij zijn we bij de laatste drop aangekomen. Jawel, we gaan vol naar beneden. Hopla, dikke afdaling. Oké, okay, we hebben wel een aantal afdalingen hier in grote en dat is juist wat ze reden met airtime, dus... Ja, ik denk dat we nu wel rond zijn. Ja, oké, okay, dit was het. Wat een vieze kap. Weet de mensen, als we naar een pretpark gaan, hè, ik moet altijd in een Bumstem attractie van vuur zitten, want Jonas durft niet. Jij moet filmen van vandaag. Ah nee, dat is geen excuus. Jammer. In Indiana River. Ga iemand anders van vuisten? Nee, zegt hem, ik wil niet nat worden. Oké, okay, we zijn er. Dat was het dan, mensen. Voor binnenkort is er nog Star Tours en nog een paar attracties. Dus dit was Imagineering Funweer. Walt Disney, ja. Imagineering. Dus... Ja. Inderdaad. Dan zien jullie bij een volgende video. Oh, er zijn hier onderwijs foto's precies. Ja, dat stond er niet op zijn. Ja, ja, dan was dit de video. Like en abonneer en tot de volgende video. Ciao. Laters.